So, it's already time for the fourth nominee. Let me see. Please step forward. the CEO of Nalian, if I say this correctly. You're Jean Verheyen. Yes. Well, the stage is up to you. Goedenavond allemaal. Mijn naam is Jean Verheyen. Ik ben oprichter en CEO van Nalian. Gezien een korte tijdsbestek zou ik Nalian willen vergelijken als de LinkedIn van de supply chain. We hebben het concept van data sharing gebruikt om bedrijven op een eenvoudige, snelle en veilige manier data met elkaar te laten uitwisselen. Deze real-time data kan dan gebruikt worden om operationele processen te optimaliseren, om compliance te verhogen, dan wel om nieuwe inzichten te genereren over klanten of marktevoluties, hetgeen dan weer leidt tot nieuwe omzet. Wij hebben een jaar gewerkt met een zeer ervaren team aan de ontwikkeling en zijn vorig jaar in mei voor de eerste keer op de markt gekomen met een eerste release. Ja. Na de eerste intake van klanten haalden wij dit jaar een omzet van een €300.000, dus het eerste jaar dat wij aan de competitie deelnemen. En dat betekent een groei van een 700%. Na volgend jaar toe mikken wij op een groei van meer dan 400% of een omzet die ons brengt naar meer dan 1 miljoen. Van dat miljoen is de helft gesecured via bestaande contracten dan wel een hoge pipeline. Ja. Wij commercialiseren onze oplossing hoofdzakelijk of enkel via een SaaS-model. En dat doen wij vandaag de dag met de focus op industrieel bedrijven, logistieke hubs en de relevante federaties. Wij doen dit vandaag via een direct sales approach in België en Nederland en kijken uit om de komende maanden verder te gaan internationaliseren. In die context zijn wij verwachtingsvol naar de samenwerking met Deloitte. Wij zijn gekozen in het kader van het boosterprogramma dat zij ons gedurende 2 jaar gaan helpen en daar kijken wij enorm naar uit. Evengoed als LinkedIn als belangrijkste bron van inkomsten een viraal model. Dat betekent dat onze klanten nieuwe klanten aanbrengen omdat zij hun businesspartners op het platform trekken en op die manier het platform viraal groeit. Ja. Wij denken aanspraak te kunnen maken op de award van Most Disruptive Innovator omdat wij bestaande concepten uit een consumersfeer, succesvol concepten, hebben vertaald naar het ondersteunen van businessprocessen. En onze tientallen referenties zoals Brucago en Balta bewijzen welk mooi potentieel hier is blootgelegd. Ik dank u. Dank u wel.